Van harte welkom bij Blue Tiger Studio. Mijn naam is Tom Zwitser en dit is alweer de derde aflevering van de reality-serie Holbewonercode, waarin wij samen met Nico, van harte welkom Nico, achter de bar van de Blauwe Tiger Studio, het gaan hebben over de kandidaten die hun filmpjes hebben opgestuurd, zoals we afgesproken hadden. We gaan ze natuurlijk ook nieuwe opdrachten geven. Nico heeft nog van alles over nieuwe dingen, instructies over bewegen. Ja. Ja, leuk. Is het een goed idee om eerst even naar de kandidaten te gaan om te kijken? Ja, maar kijk, ik ben heel benieuwd. Ik heb heel veel filmpjes gezien. Ja? Maar althans, ik heb ze zien langskomen, maar ik heb ze nog niet bekeken. Dus okay, ik ben heel benieuwd hoe het allemaal afgaat. Maar is sowieso een verrassing. Dus, ja. We hebben filmpjes van 3 kandidaten die ik wil laten zien. En nou ja, dan ben ik benieuwd wat jij ervan vindt. Ja. Davina, Felix en Tamara. Top. Oké, nou. Ja, lekker gedoucht. Ik ga zo naar bed. Deze dag ging wel wat lastiger. Ik had eigenlijk best wel steeds trek, honger, noten gegeten als ontbijt met kokos en gedroogde vruchten. Dat was lekker. En een banaan. En de middag, nou tot de lunch ging prima. Middag 3 eieren, appel, mandarijn, kiwi, paprika. Paprika. En nog een beetje noten. En tot aan het avondeten, dat was lastig. En het avondeten was een stukje schnitzel met worteltjes. En ik had nog zo'n trek. Dus ik heb nog een glas melk gedronken. Glas rauwe melk. En toch nog weer wat noten. En toen nog maar 2 koppen thee, om een beetje de honger te onderdrukken. Ik heb nu geen honger, maar nee, dat was wel een... dit was niet helemaal een lekker dagje. Nee. Nou, lekker slapen en we zullen zien hoe het morgen gaat. Kijk, nou dat was het eerste filmpje. Het is een beetje moeilijk allemaal. Ja, dat is wel grappig. Ja. Nee, heel een beetje om grinniken. Bij mij was het helemaal niet zo heftig eigenlijk die eerste dag. Ik heb het zo naadloos doorgemaakt. Maar ze heeft nog een filmpje. Even kijken hoor. De volgende dag kregen we deze van Davina. Nou, mijn avondeten. Zonder aardappelen. Alleen vlees en groenten. En ook een beetje mayo. Dat mag nog. Chinese kool met slavink. Gooi er nog een beetje kruiden overheen, wat kurkuma, wat curry, wat, een beetje te veel. Nog wat amandelschaafsel. Nou, dan gaan we dan maar eten. Eet smakelijk. Kijk, nou, was al wel een beetje vrolijker. Ze had toch een fotootje opgestuurd van, kijk, lekker, kijk. Een lunch, denk ik. Ja. Dat komt ook van Davina. Ja, dit is 2 filmpjes en een foto. Nou, dat is rosbief of zo. Wat is dat? Ja, rosbief lijkt het op. Met een lekker saladetje. Appeltjes zie ik, sla, tomaten. Ach, dit zou ik zien als een heel vullende lunch. Het ziet goed uit. Ja. Dat is, ik denk dat lunch is die ze meegenomen heeft ergens naartoe. Ja. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je niet heel vrolijk wordt van een slappe... kool, Chinese kool had ze. Nee, maar kijk. Wat het punt is, hoe je het went of keert is even wennen. En ik zie aan haar dat ze door die gewenningsslag heen gaat. Er ontbreekt natuurlijk nog heel veel informatie, waardoor ze nu aan het zoeken is naar van, ja, eigenlijk ligt de nadruk nu op, ja, wat kan ik allemaal niet eten? Ja. En dan lijkt het alsof er niks overblijft. En ik zie dat elke keer aan mensen, als ik daarmee werk, dat er in de eerste week is een soort paniek. Van ja, van die Nico mag ik dus allerlei dingen niet eten. Ja. En dan blijft er niks over om te eten. En dan gaan mensen eigenlijk een beetje verdrietig. Mensen met allerlei gaan eerst dingen eruit gooien die ze uit. Hè, dus er komt nog niks bij, maar er gaat eerst wat uit. Er gaat eerst wat uit. En dat is ook de bedoeling. Je moet eerst gewoon afscheid nemen van een aantal zaken. En we zijn natuurlijk zo gewend om tussendoor van alles te eten. Nou, dat kan niet meer. Daar moeten we mee stoppen. We moeten naar 3 maaltijden per dag. En die maaltijden moeten gezond zijn in eerste instantie. We gaan eerst beginnen met daar dingen uit te gooien. En in fase 2, en dat duurt voor sommige mensen een week, voor sommige mensen 2 weken, gaan we eigenlijk pas oefenen met wat kan je nou voor lekkers maken met wat er overblijft. En dat is heel erg veel, maar het kost gewoon een beetje tijd voordat mensen dat in de gaten krijgen. Ja. En dat is een fase waar je even doorheen moet. En dan, ik vind het wel leuk aan Davina, zie je een beetje lang gezicht. Ja.
En zegt ze, dat eerste filmpje was heftig. En ja, dan heb ik nog maar een paar nootjes en nog maar eens een paar nootjes. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je neemt je ontbijt van noten en gedroogd fruit en gedroogde bessen en pitten en zaden. Dat is je ontbijt. En het vervelende is dat de voedingsindustrie heeft alweer kans gezien om aan dat nootje het snacklabel toe te kennen. Dus mensen zijn erg geneigd om te zeggen, ja, maar dat kan nog wel een handje nootjes er tussendoor eten. Dat is niet de bedoeling. En daar ga ik met Davine nog wel over praten. Ontbijt, noten, gedroogd fruit, zaden en pitten, dat is het ontbijt. We hebben binnenkort starten we met de video's waarin we gewoon laten zien hoe we dat bereiden. Dat komt heel snel nu. Uit jouw prachtige grot die je gebouwd hebt. Ah, fantastisch, dat wordt leuk. Maar dan blijft er in tweede instantie een groot probleem over. Mensen zien echt op tegen dat eten, omdat lang zo aantrekkelijk en lekker niet meer is als het was. Omdat je smaak zich gewoon even moet aanpassen. Mensen zijn gewend zout te eten, mensen zijn gewend vet te eten. Dat vinden ze ook lekker, verheugen ze zich op. En dat is het eten, lekker smikkelen met een vette mond en lekker zout. Ja. Op het moment dat je dat maar dat snitseltje uit dat filmpje, dat eerste filmpje, eigenlijk weet je dat dan al. Dat is een snitsel, daar zit allemaal van die paneermeel in, het is zout. Daar stoppen we natuurlijk mee. En dat is gewoon echt een lekker momentje. En als je dan de aardappeltjes er ook nog weglaat, dan heb je alleen je snitsel met wat waterige groenten. Ja, dat is heel, heel bekend. Ik kom dat elke keer weer tegen. Mensen eigenlijk in mij dan een beetje teleurgesteld zijn. Want dan zeggen ze van, ja, maar jij zegt toch dat het allemaal leuk wordt. Ja. Nou, dat wordt het ook. Maar je moet door twee dingen heen. Eén is even die aanpassing van smaak. Die smaak moet zich ontwennen. Aan zout, dat moet er gewoon uit, dat moet je vanaf. En vet, dat ontwen je heel snel. En dan moet je gaan leren om met de middelen die je wel hebt, en dat zijn er ongekend veel, je wil niet weten wat er allemaal gaat gebeuren als je echt gaat zoeken wat je wel kunt eten. En daarmee moet je smakelijke maaltijden gaan maken. Nou, dat is een kunstje. Dat is namelijk niet koken volgens recepten, dat is koken volgens een kunstje. Ja. En als je dat kunstje onder de knie hebt, en de meeste mensen hebben dat binnen no time onder de knie, dan wordt dat eten gewoon weer hartstikke lekker. Ja. En wordt het weer aangenaam. Je wordt ook vrijer in je ideeën van wat kan ik eten. Ja. Je wordt wat makkelijker met dingen samenvoegen. Ja. Nou, het is een andere manier van koken en daar komen we later op terug. Ja. Maar ik zie wel waar zij doorheen gaat. Het is ontzettend leuk om dit filmpje te hebben. En we gaan natuurlijk op verder met haar, hoe we dat gaan plooien naar iets wat weer leuk is. Ja, nou, Davine, super dat je het gedaan hebt. Het begin was hard. Maar die foto van de lunch, die slaat alles. Dat is een lekkere lunch, moet ik echt zeggen. Ziet er lekker uit. Je hebt appeltjes, je hebt sla, tomaten, lekker stukje rosbief. Dus ga door, toch, Nico? Ja, het ziet er goed uit. Dat vind ik ook. Nou, zullen we naar de volgende? Volgende filmpje kijken. Ja. Tamara. Die heb je klaar, Tamara. Tamara, want Tamara die had in de studio, had ze hier gelijk al allemaal ideeën over dat ze heel veel had al in huis. Ze herkende heel veel van wat jij zei. Dus nou hoef ik eigenlijk helemaal niet veel weg te gooien. Ik kan eigenlijk wel gelijk al beginnen, zei ze. Ja. Dus dat vond ik opmerkelijk, vond ik ook knap. En, kijk aan. Ja, koeken had ze gemaakt. Koeken. Dit had ze een zadenkoek ze gebakken. Nou, ik zie zo sesamzaad, chiazaad, pompoenpitten. Ik ben ook benieuwd waar ze de substantie van maakt. Quinoa heeft ze denk ik gebruikt. Okay. En dan chia gel denk ik om substantie eraan te geven. Denk ik. Maar moeten we met haar gaan overleggen wat ze geprobeerd heeft. Het is natuurlijk heel leuk. Absoluut. Oh, kijk eens aan. Ja, het ziet er goed uit. Kip, tomaat, prei, champignons. Champignons zitten erin. Super. Nou, dit ziet er toch lekker uit. Ja, perfect. En op die manier ga je uiteindelijk koken. Ze heeft een hele kruidenlijn met waarschijnlijk kruiden die niet veel zout bevatten. Dat is de Urema, heel ik zie de Urema kruiden. Ja. Nou, dat zijn goede kruiden. Hier is eitje gebakken, dat is natuurlijk heel simpel. Ja. Daar kan je heel veel meer mee doen hoor, met eieren. Dit is natuurlijk een eenvoudige uitsmijter die ze gemaakt heeft. Maar ze heeft wel leuk gedaan. Ze heeft volgens mij een stukje dubbel gevouwen. Misschien zit er nog iets in. Maar met eieren kun je ongekend creatieve dingen maken die je dan weer in een goede warmhoutcontainer mee kan nemen naar je werk. Hmm. Vereist iets meer werk, want je moet natuurlijk voorbereiden. Een boterhammetje is makkelijker gesmeerd. Maar het resultaat is er dan als jij in plaats van die boterham tussen de middag gezond eet. Tussen de middag. Ja. En dan kun je met eieren kun je ontzettend om je heen slaan. En de ontbijt zoals ontbijt. Ik dat zie. Nou, dat ziet er heel goed uit. Die moet ik even groter maken. Ik zag iets grappigs in dat ontbijt. Dat wil ik je laten zien. Kijk of jij het ook ziet. Nou, ik zie vrij veel paranoot erin zitten. Ik zie ook dat het volume is aan de forse kant. Ik heb dat natuurlijk laten zien in de eerste uitzending. En ik zie echt wel een aardige bak ontbijt. Dit is te veel ontbijt. Daar moet ze even op terugkomen. Ja. Wat had jij dan gezien voor bijzonders? Pistachenootjes in de dop. Pistache in de... Dat vond ik heel grappig. De pistache nog in de... Ja, dat kan natuurlijk niet. Een bijtje
voelingen eruit. Ja. Dat is niet handig. Maar wat ook kan zijn, is dat dit haar verzamelbak is. Dat kan, natuurlijk. Daar gaan we straks naar kijken, want ze heeft nog een paar leuke foto's. Ja. Maar ja, Tamara, denk om je tanden en je kiezen, want het is wel echt pittig hard. Kijk, dit zijn de boodschappen. Een blik in de keuken. Ja. Daar zie ik veel noten van Alesto. Dat is daarachter zie ik het gedroogde fruit. Dat is goed voor het ontbijt. Alesto is Lidl of Aldi toch? Ja, bij Lidl verkopen ze die Alesto. En dat is wel heel makkelijk prijzen. Hoor. Die prijzen zijn goed. De hoeveelheden zijn goed. Dat is makkelijk. En die noten zijn al deels gemengd. Dan voeg je nog wat walnoten aan toe en nog wat amandelen. Dan heb je een goede mix. Wat het is, weet ik niet precies. Dat heb ik nagezocht. Dat is volgens mij iets van zeewier. Oké, dat is natuurlijk. Dat is het zeewier top. Dan heeft ze bieten, denk ik. Ja. Fruit. Rode bieten. Wow, dat ziet er ook uit. Rode bieten, is dat eigenlijk, is dat kool? Wat is dat voor iets, een biet? Ja, het is een knol, kool. Het is een beetje omstreden, rode biet. Er zijn wel mensen die daar kritiek op hebben. Moet je zelf even uitzoeken, gewoon even induiken. Ik eet rode biet. Ik vind het ook heel lekker om te eten. Niet heel veel, dus niet elke dag. Maar dat is elke week een keer of eens in de 10 dagen, zeg maar, biet. Dat is goed te doen en dat kun je weer heel veel dingen meedoen. Het heeft een bijzondere smaak die eruit komt. Ja. Dus kun je in salades ontzettend leuke dingen meedoen. Okay. En dan ook quinoa heeft ze daar liggen. En tomaten heeft ze waarschijnlijk, ik weet bijna zeker, gezocht naar de zoutvrije varianten daarvan. Of in ieder geval de varianten met zo weinig mogelijk zout. Gepelde tomaat. Ja. Nou, dat ziet er goed uit. Ze heeft goed boodschappen gedaan. Gerookte zalm, zie je. Gerookte zalm, ja. Perfect. Dat is nog wel een dingetje, gerookte zalm. Dat is kweekzalm. Dat is roze zalm. Mm-hmm. In die kweekzalm, daar zitten veel kleurstoffen. Want die beesten die worden gekweekt op fjorden in Noorwegen. En die krijgen allerlei rotzooi tot en met antibiotica aan toe. Ja. De wilde zalm is er veel roder. Ja. Ziet er veel roder uit. Is ook lekkerder, vind ik. Smaakt wel echt wel anders, maar gezonder. En sowieso, wilde vis kun je beter eten dan gekweekt. Het vervelende is natuurlijk, die zalm is doorgaans zo zout dat we het verschil al bijna niet meer proeven. Komt door het rookproces. Het is zout en daardoor proeven we het vaak. Maar je moet zoeken naar die wilde varianten. Proberen niet de gekweekte varianten, van alles eigenlijk. Voor alle vleessoorten, zoek alsjeblieft het wild wat je kan vinden. Ja. En niet gekweekt, want er zit veel te veel in wat we niet nodig hebben en niet goed voor ons is. Maar dat is ook een kwestie van budget natuurlijk. Je moet het altijd wel voorzichtig in zijn. Naar op zoek. Ik denk dat ze hier de porties... Hier ze gaan verdelen. Zie je, dat was niet haar grote portie. En ze heeft natuurlijk gelijk de pistaches eruit gehaald. Kijk, mooie potten. Dat ziet er goed uit. Ze heeft echt, die is goed gaan verzamelen. Ja. En dan zie ik hier snel 16, 17 potjes. Ik heb geteld, ik kom tot... Walnoten, pistache, amandel? Chia, je kan niet goed zien. Denk het wel. Of hazelnoten, chia zit erbij. Kokos. Ze heeft zonnebloempitten. Zonnebloempitten, inderdaad. Ja. Ze heeft alles. Ik kom met mijn ontbijt nu op, ik geloof, 26 ingrediënten. Zo. Heb ik dan verzameld. En daar hebben we ook over gehad. Die heb je natuurlijk niet allemaal nodig. Maar dat is makkelijk te verzamelen. Maak je een dijk van ontbijt mee. Mm-hmm. En dat doe je 5 keer per week makkelijk, die noten. En dan 2 keer per week wissel je het af met fruit, wat je bijvoorbeeld kwijt moet. Dat meng je een eitje bij en dan doe je een ontbijtje met fruit. Maar dit ziet er fantastisch uit. Ik denk dat Tamara goed bezig is. Ze heeft ook filmpjes gemaakt. Zullen we daar naar kijken? Even kijken, ja. We gaan een filmpje kijken, mensen. Hallo allemaal. Nou, de holbewonerscode is gestart. Eerst heb ik al mijn keukenkastjes leeggeruimd. Zo. Mooi. En het is best veel. En aan de andere kant heb ik hier een paar bakken en vuilniszakken om alles wat ik niet meer nodig heb in te doen. Heel goed. Dus ik ga van start, want tussen al deze spullen staat mijn ontbijt. Dus ik moet gaan verzamelen nu. Ja, die is echt aan het jagen verzamelen. Ja. Ja, leuk. Dat is perfect dit. Volgens mij had ze een vraag aan jou. Deze 3 flesjes is een kruidentinctuur. Er zit geen suiker en geen zout in. Is basis op MCT-olie. Ik ben benieuwd of dit nog kan. Ja hoor, kan je gewoon doen. Niet te druk over. Maar het is heel goed wat zij doet om even te controleren hoeveel het zout is die erin zit. Want daar gaat iedereen op mis. Oh, ze heeft gekookt. Kijk, het is haar laatste filmpje. Ja. Lekker aan de kokkerillen. Oh, kijk. Mijn pastinaaksoepje. Nou, dat moet nog even wat pruttelen. Het is natuurlijk wel handig dat als je een filmpje maakt, dat je dan ook je geluid even aanzet. Of in ieder geval hard genoeg. Ik heb ook nog een kruidenbuiltje. Dat ga ik er ook nog in doen. Oh, daar zit geen zout in, alleen maar kruiden dus. Ah, kijk, daar let ze op. Heel goed. Dan, lekker soepje aan trekken. Als het klaar is, laat ik het nog even zien. Mergpijpje had erin gekund. Dat is lekker.
Dat is Tamara. Ik krijg een goede indruk van Tamara. Ja, 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 ja. Ja, goed, ze had in de studio ook al gelijk ideeën. Ik dacht, van, ja. Nou, even kijken, maar het is dus zo. Hè? Ja, maar zij was ook wel heel erg ermee bezig met bepaalde dingen. En ja. Dat gaat volgens mij heel goed. En wat zij gedaan heeft, die keukenkastje is echt leeggeruimd. En gezegd, ik ga ze opnieuw inrichten. Dat vind ik ontzettend leuk. Ja. Nou, en ze appte daarna nog dat haar dochter op een gegeven moment, die was koeken aan het bakken. Het hele huis rookte naar. Ze had er geen behoefte aan. Ja, ja. Dus zelfs als het hele huis vol is van vers gebakken koeken. Vers gebakken koeklucht. Ze had ze al geen... En dat is natuurlijk goed dat je heel snel merkt dat die gelijk... Want geuren triggeren enorm. Ja. Dat was ook mijn probleem. Ja. Een frituur, die geur, die trekt natuurlijk ook... En dat toen ik jou die idee nog niet deed, had ik daar wel last van, moet ik zeggen. En nu niet. Die geuren doen maar niks meer. Nee, het gaat bij iedereen uiteindelijk weg. En niet alleen dat, maar ook bijvoorbeeld de aantrekkingskracht van een mars bij een tankstation of een koek bij een tank. Het gaat gewoon weg. Het verdwijnt. En niemand gelooft het in het begin, maar het is waar. Nou, nou hebben we nog heel veel materiaal gekregen van Felix. Oké, dat is leuk. Ja. En we hebben van Tamara geen sportfilmpjes. Nee, maar ik denk ook dat, zoals ik het inschat, dat ik met Tamara nog even een goed gesprek moet voeren over sporten. Ja. En dat komt ook goed, want zij is zo enthousiast dat dat gaat lukken. Ja. Maar daar ga ik rustig met haar nog eens over praten. Ja. Nou, zo heb je toch per kandidaat heb je nog best wel de dingen te doen. En dat is natuurlijk goed. Ja. Ja. Het is ook leuk als er een kandidaat is die gelijk in één maand al zijn kilo's kwijt is en fit wordt. Maar dat is heel lastig. Nee, ik heb het ook liever niet. Laat het dan maar langzaam gaan. Dat is veel beter dan heel snel alles eraf. Ik ben benieuwd wat Felix te melden had. Hij was wel heel kwiek. Hij had echt een stevige pas. Ja, hij is een hele stevige man. Denk ook heel veel potentie als hij straks gaat sporten. Maar ook wilskrachtig kwam hij over. Ja, daar is een heel goed gevoel bij. En hij wil ook zelf graag. Hij was heel enthousiast. Hij was... heel bang dat hij niet mee zou kunnen in de selectie. Want we hebben natuurlijk toch een paar mensen teleur moeten stellen voor deelname. En hij dacht van, dat gaat mij nooit lukken. Maar toen kreeg hij de brief van, je kan meedoen. Dan was hij hartstikke blij. Zo vertelde hij dat aan mij. En ik heb ook heel veel verwachtingen van Felix dat we dat in orde gaan maken. Ja, ik denk het ook. Nou, onze Brabander. Nou, gaan we even het nieuwe eten unboxen. Nou, die heeft gelijk groot besteld. Voor verrassingen gaan hierin zitten. En ik zal het je laten zien. Oké. Okay. Ik denk dat hij besteld heeft. Wat leuk zeg. Ja, open die allemaal. Nou, eens even kijken. Er vallen al meteen twee pekannoten uit. Lekker. Hoppakee. En wat is dit? Zwarte sesamzaad. Jeetje, je bedenkt het gewoon niet, hè? Eigenlijk. Abrikozenstukjes. Het worden ontbijtjes, jongen. Oh, niet te filmen. Oh, gelukkig zijn de pekannoten open gegaan. Goed zo dan. Nou, er is hier genoeg te zien. Nou, pekannootje, vers uit de doos. Heerlijk. Iedere ochtend smikkelen om gezond te worden. Oh, sport. Nou, daar ligt hij dan. Oefening is net gedaan. Ik had gedacht van, nou, na die hele, zeg maar, kalme introductie die we gedaan hebben bij de Blauwe Tijger, dacht ik van, nou, we gaan er eens even iets anders van maken. Dus kom maar mee naar het kleinste hokje van dit huis. En dat is wel, het is even helemaal op zwart nu. Hij heeft iets voor sport ingericht. Kijk, dat is dus hier. Want we hebben het de hele tijd wel gehad over, okay, wat gaat er in, zeg maar, qua voedsel enzovoort. Maar ja... Je moet ook bedenken van wat gaat eruit. Dus ik zeg welkom in uit mijn hol bewoner. En dat is natuurlijk al het foute eten wat we al gegeten hebben. Al die tijd zeg maar moet er ook uit. En mijn laatste excrement zeg maar met fout eten. Ja, die gaat eruit. Dus bij deze. Oh, nou, hoe gaan we dat nou even doen? Nou, dat heeft zo zijn. Laat ik zeggen, zijn implicaties voor deze video. Kunstpoepen, ooit gezien? Nou, dat gaan we doen. We gaan de letter C proberen deze keer. Zoek maar even op YouTube, hartstikke lachen. Letter C. Er zijn natuurlijk veel moeilijkere letters die je kunt poepen. Dus bijvoorbeeld de X. En ook bijvoorbeeld een lange I. Hartstikke lastig. Vooral de puntjes natuurlijk. Daar gaan we dan. Even kijken naar het resultaat. Yes!
dat is een, ja, een C heb ik. Dat is wel gelukt, die C. Die C die staat dan voor ciao. Ciao van doei, bye, mazzel, houdoe. Voor het slechte eten. Dat gaan we bij deze gewoon, dat afscheid, hè, letterlijk, gaan we deze even doorspoelen. Bye. Ja. Afscheid van mij. Ja. Heerlijk. Was er net uit. Geweldig. Kijk, de hele doos met. Ja. Felix, mama. Felix heeft goed ingekocht. Nou, dit is het dan. Hartstikke lekker. Gedroogde kersen. Man, man. Hij heeft het allemaal gevonden. Ja. Blijft niet veel van over te zien als ze gedroogd zijn. Kersen is wel lekker. Gedroogde kersen. Gedroogde kersen heb ik altijd. Felix, je brengt me op ideeën. Smaken best goed, die dingen. Iedereen aan te bevelen. Lekker. Ik moet even aan hem vragen waar hij besteld heeft. De notenmix ziet er zo uit. Nou, we gaan even kijken hoe we ons ontbijtje kunnen klaarmaken. Bakkie. En een lepel. Nou, ik heb al ongeveer berekend dat 2 volle eetlepels dat de notenmix is volgens het receptuur. Even. Doet hij goed? Ik zie, wat zie ik? Dat zijn lekkere bessen, hoe heette die ook alweer? Nu komt het natuurlijk het hoogtepunt van de dag. Dat zijn moerbeibessen. Moerbeibessen. Nou, dan heeft hij macadamia erbij zitten. Pistachie erbij. Ja, amandel. En ook die... Hij heeft dit gemengd. Ja, zonnebloem en pompoen. Zonnebloem en chia. Oh nee, sesam. Ja, doe ik ook met 2 scheppies. Het is iets te veel, precies. Maar dat maakt niet uit. Komen we allemaal op terug. En... ja, het is nog wat zo'n vlog maken over je eten, weet je niet. Dat zeker 's morgens. Dan zijn we helemaal een goede doen. Nou, weet je wat? Doe het even gewoon zo. Droogde banaan, te veel. Ziet hij zelf ook. Van Nico. Zo, dat is het denk ik. Een ananasje. Nou, tot nog toe ook geen gezeik, hè? Gewoon echt doen en niet klagen. En dan pakken we nog meer een pruim met pit. Oké, beste mensen, ik ga lekker ontbijten en een hele fijne werkdag hebben. Groeten. Oesters. Ja, doet hij goed. Ja, beste mensen, ja, volgens Nico moesten dus ook schalen en schelpdieren eten. Nou, dat gaan we zo meteen doen. De moderne hondbewoner aan het werk. Lekker. Kijk, hij maakt het ook leuk voor zichzelf. Ja. Zie je dat? Misschien is zijn vrouw ook heel enthousiast. Ja, de code van de hondbewoners schrijft ook vlees voor. Ja, wild. Zij, Nico, dus nou, bij deze. Gisteren een wild zwijntje op de barbecue gegooid. En hier ligt hij dan, beste mensen. Zo. Wel een fors stuk vlees, uit, misschien. Nico, gaan we niet allemaal opeten, jongen. Gaat goed komen. Kijk. Doei. Hij wist wat ik ging zeggen. Hallo, hallo. Hier weer een videootje van uit 013. Ja, we zijn nu een dikke week bezig met het, het gezond leven, zeg maar. Volgens de holbewonercode. En we gaan maar weer eens een gang naar de biechtstoel maken. De biechtstoel waar het toch allemaal gebeurt, ja, zoals jullie gewend zijn, donker. Maar komt goed. Gezellig. Nou, kom erbij. Ga lekker zitten. Ik moet zeggen, sinds dat dieet... dat kunstpoepen kan ik helemaal shaken gewoon. Vergeet het maar. Ja. Er ligt taal. Verstopt? Ik heb er geen zicht meer op. Misschien dat die gast daar uit de EU, Frans Timmer, Frans of weet hij. Dat die er nog chocola van kan maken. Dat dieet gaat als een speer. Het is onvoorstelbaar, en dat meen ik serieus, dat als je dat notenmengsel met die zaden en pitten 's ochtends eet, nou, dan heb ik echt gewoon geen honger. Tot de lunch. Nou, ik ontbijt meestal vrij vroeg, een uur of 6, 7. En dan tot 12 uur niet aan eten denken. Nou, dat is, ik ken mezelf gewoon niet meer. Echt niet. Nee, dat gaat prima. En ook, ik voel me nu al een beetje fitter. Ja, het klinkt misschien gek, hè, maar... Wat denk je? Ja, ik vind het moeilijk. Omdat je natuurlijk nu mensen hebt geselecteerd die je niet kent. Normaal komen mensen naar mij toe en hebben ze echt wel een probleem. Meestal, niet altijd. Ik krijg natuurlijk ook veel mensen naar me toe die gewoon vinden van... joh, ik ben te zwaar, leg me eens wat dingen uit. En die gaan dan op hun gemak aan de slag. En die hoor je verder niet. Maar ik krijg wel heel veel mensen, en heb ik het over al een periode van 30 jaar... die echt alles al geprobeerd hebben. En het punt is dat je altijd moet uitvinden van waar
willen die mensen echt? Of zijn ze op zoek naar dat mirakeldieet of de wondermethode? Nou, die heb ik niet in de aanbieding. Dus ik moet altijd even checken van willen mensen echt? En daar besteed ik normaal heel veel tijd aan. Gewoon echt bijna een dag om gewoon eens te praten over dingen, om uit te vinden. Of mensen echt nu die knop om willen gooien. We zijn natuurlijk zo geschoold in deze tijd dat je voor ieder probleem een pilletje hebt. Voor ieder probleem een oplossing. Dat heel veel mensen toch dieper hun hart naar de dokter willen en willen kunnen zeggen: dokter, ik ben te dik. Ik wil alles blijven doen wat ik doe, maar geef me een pilletje. Dat bestaat niet. En nu hebben we natuurlijk een bepaald risico genomen omdat we die mensen niet hebben kunnen checken. Nou, ik merk wel, bijvoorbeeld Davina, die is echt voorbereid om nu het roer om te gooien. Tamara, die gaat als een trein. Ik vind het ook ontzettend leuk van Felix. Ja. We moeten even kijken hoe het gaat met Ben en Hattie. Ja. Hoe die nu daarmee omgaan. Dus die spreken we ook wel, dat komt ook wel goed. Maar het allerbelangrijkste is dat willen. Kom je op eigenlijk die derde stap, en dat is niet meer zondig. Het punt is dat in die hulpbewonercode, zoals ik het allemaal in het boek heb geschreven, en het boek is natuurlijk voor iedereen en is ook voor iedereen begrijpelijk en iedereen kan daarmee aan de slag, de stappen zijn duidelijk. Op een gegeven moment ga je dingen uit je leven verwijderen. Dan kom je in een fase die is even lastig, want er komt ogenschijnlijk niks voor terug. Het is het gevoel dat je, ja, ik moet van allerlei leuke dingen moet ik afscheid nemen. Dat is eventjes heel lastig. Op het moment dat je 3 weken verder bent, komt daar zoveel voor terug dat je dat hele gevoel kwijt bent. Ja, van maar je merkt het wel aan hem. Er komt al wel veel voor terug bij Felix. Ja. Zullen we nog even de laatste filmpjes van hem afkijken? Want dan, ik wil eigenlijk ook zijn grappen niet missen. Nee. Nou mensen, dan gaan we dan 11 uur 's avonds nog eventjes de training doen. Goed, duimen naar buiten. Ja, die elastiek. Oh ja, wacht. En naar boven, doet hij goed. Van boven naar beneden. Dit. Daarna gaan we dit doen. Ja, je ziet, die elastiek is ondertussen zo slap. Volgens mij heeft Nico... Hij is veel sterker geworden. ...van Huub Bruls gehaald. Ik kan bijna niet anders, want het is allemaal weekspul geworden. Nee, want zijn handen iets dichter bij elkaar, maar dat weet hij wel. Je kunt hem natuurlijk van sterkte veranderen om wat korter te pakken. En gecontroleerd laten terugkomen. Maar je ziet, het is allemaal super simpel. Makkelijk te doen. Iedereen kan het en met een beetje doorzettingsvermogen kom je er wel. Het zwart zijn ekker dom lonkt aan de horizon, zeg ik. Mooi geweest zo. Het is lunchtijd, ik ga nu een salade maken. Die moet ik even assembleren, want zoals je achter me ziet heb ik al wat dingetjes klaar liggen om erin te doen. We gaan er even een nadere blik op werpen. Dus dit is ongeveer het slagveld. Paprika moet ik zeggen, witlof, bleekselderij, tonijn en in die kom zitten dus spinazie en sla. Nou, daar gaan we iets lekkers van maken, hopelijk, en direct verorberen. Ja, natuurlijk gaan er meer ingrediënten in uiteindelijk als dat ik zojuist zei. Jullie zien hier nog liggen extra de gesnipperde rode ui, de tomaatjes, de mayonaise, een toefje olijfolie, en zwarte peper. Japanse azijn en de kappertjes. Nou, ik ga er iets moois van maken en dat zul je direct nog wel even zien, denk ik. Nou, hij kan wel kokkerellen volgens mij, hoor. Goed bezig. Ja. Dat slabestek is helemaal rot geschrokken, want hoeveel salades maken wij tegenwoordig hier? Die moeten aan de bak, met z'n allen. Nou, ik heb er iets moois van gemaakt, hoop ik. Even kijken of je het kunt zien. God, wat is dat lastig, zeg. Ja, ziet er goed uit. Ik zie het wel. Dat wordt hem. Tonijn. Of is hem eigenlijk? Hij heeft tonijn erin zitten. Lekker, tonijnsaladetje. Nou, Felix. Lekker gedaan, jongen. Ja. Fantastisch. Ja, hij is goed bezig. Ja. En je ziet dus, hij heeft die stap gemaakt van een aantal dingen eet ik niet meer. En dat betekent dat hij nu aan het worstelen is om te kijken wat hij wel kan eten. Ja, maar dit is voedzaam. Dit ziet er goed uit. Dat is goed. Hier heb ik een... het is eigenlijk meer dan een salade. Het grappige is, als hij die hele bak leeg eet, dan krijgt hij nog steeds minder calorieën binnen dan wanneer hij een hamburger zou kopen bij de McDonald's. Zo, echt waar? Tuurlijk, dit is helemaal niks wat daarin zit. Maar dat is, zeker die eerste weken ben je ongelooflijk licht je focus op eten, omdat je nou eenmaal met eten bezig bent. Ja. En dan lijkt het heel erg alsof je in een normaal dieet bent beland, waarbij je voortdurend moet opletten wat wel, wat niet. Ja. En dat kan niet anders, want in eerste instantie ben je bezig met dat verzamelen, je bent je druk aan het maken, mag ik dit wel, mag ik dat niet. Er komt een moment, meestal na een week of 3, dat je eigenlijk als vanzelfsprekend een aantal dingen laat liggen en als vanzelfsprekend een aantal dingen wel koopt. De enige uitdaging die je dan nog hebt, om van wat je wel koopt,
iets te maken waarvan je denkt, zo, ik heb weer zin in het avondeten. Ik ga lekker zitten, want ik ga smullen. Ja. Nou, dat is mijn taak, om dat met die video's die we gaan maken, mensen te gaan een beetje wegwijs maken van hoe kook je lekker met dat wat wij gewoon kunnen eten. Ja. Heb je zin in, hè, of niet? Ja, ik heb heel veel zin in. Ja, en, leuk man. Ik ook. Je decor ziet er prachtig uit. Je hebt echt een fantastische grot gebouwd. En nou ja, goed, dat gaan we dan volgende week zien. We gaan beginnen. Ja. En wat ik eigenlijk graag nog wil doen, als je mee eens bent, dat we even recapituleren wat we de eerste keer aan de mensen hebben meegegeven. Heel goed, om te doen. Dus en toch alweer we drie weken terug. Wat dingen aan gaan toevoegen. Heel goed, Ik heb het ook, om het voor mezelf duidelijk te houden, even opgeschreven. Toen we hier natuurlijk in de eerste uitzending zaten, hebben we gezegd, geen zelf toegevoegd zout meer. En dan wil ik toch nog even het woordje zelf benadrukken, want ik heb een behoorlijke stroom mails gekregen. Die krijg ik altijd van mensen van, ja, geen zout meer, dan kunnen we niks meer eten, want overal zit zout in. Ja. Pas op, wat ik niet meer wil, voor zover ik iets te zeggen heb, dat we niet meer zelf zout en suiker toevoegen. Dat is natuurlijk een groot verschil. Dus die kun je uit je keuken gooien. Zout en suiker voegen we zelf niet meer toe. Logischerwijze zitten in heel veel producten die we nog eten, zit zout. En we gaan op zoek vandaag of morgen naar de producten waar zo weinig mogelijk zout in zit. En dat zout dat gaat langzaam verdwijnen uit ons leven. Maar wat is zo slecht aan nul zout? Nul zout is niet slecht, maar nee, nul zout is natuurlijk niet goed, want we hebben een beetje zout nodig. Nou zit er zoveel zout in alles wat we eten en drinken vandaag de dag, dat het ook voor een moderne hondenbewoner is het onontkomelijk dat je wat zout binnenkrijgt. Ja. En dat is voldoende. Wat is er slecht aan zout en te veel zout? Het wordt altijd meer. Zout heeft nou eenmaal de eigenschap om dingen lekker te maken. We houden van die smaak van zout. Okay. En we verliezen onze affiniteit met andere smaken, zoals bitter en zuur. Die eigenlijk veel lekkerder zijn, maar dat zout overheerst. En suiker geldt eigenlijk hetzelfde voor. Ja. We moeten daar gewoon vanaf. We moeten dat niet meer doen. We hebben zout nodig, maar dat krijgen we nog steeds in voldoende mate binnen. Dus we hoeven ons helemaal niet druk om te maken. We hebben het absoluut nodig. Maar niet in de hoeveelheden waarin we het nu eten. Een vind ik slechte huisarts zegt nu dat je 6 gram zout nog wel binnen mag krijgen. Ik vind dat een belachelijk uitgangspunt. Dat moet echt veel minder zijn. Niet alleen is die hoeveelheid zout slecht voor ons, maar die hoeveelheid zout maakt ook dat we maar blijven hunkeren naar meer voedsel. Omdat er zout in zit. En we hunkeren eigenlijk naar die smaak van zout en niet naar het voedsel. En dus automatisch met te veel zout blijven we continu te veel eten. En dat onzin moeten we gewoon niet doen. Dus geen zout zelf meer toevoegen. In de loop van de tijd zul je ontdekken dat iedereen ook zelf op zoek gaat, labeltjes lezen naar producten met zo weinig mogelijk zout. En er komt een moment dat je zo aan het rommelen bent in die keuken en zo lekker aan het koken bent, dat je daar helemaal niet meer over nadenkt en eigenlijk helemaal niet meer veel producten in huis hebt waar al zout aan is toegevoegd. En op een gegeven moment komt er zelf een moment, hele warme dagen, dat je bij jezelf al voelt, want dat hele lichaam gaat natuurlijk op een gegeven moment anders functioneren, dat je denkt, ik heb een beetje zout nodig. Yeah. En dan heb je ergens in de keuken zo'n potje met Himalaya zout staan of zeezout. Yeah. En dan neem je 1 korreltje van en dat stop je in je mond en dat eet je. Maar dan zijn we een half jaar verder, moeten we nu even helemaal niet over nadenken. Uitgangspunt nu is geen zout meer toevoegen en geen suiker meer zelf toevoegen aan wat we eten en drinken. Verder blijven we gewoon eten wat we eten en drinken. Yeah. Heb ik een grote stap gemaakt eigenlijk bij mensen. In het boek ben ik daar wat terughoudender in, komt dat wat later. Maar ik heb tegen de mensen die hier aan het programma deelnamen, heb ik gezegd, probeer voor jezelf je flauwe verleidingen te identificeren. Dat is voor iedereen anders. De een doet makkelijk een greep naar Marsje, de andere doet makkelijk een greep naar M&M's, de volgende doet makkelijk een greep naar Drop. Dat zijn dingen die we natuurlijk, we hebben allemaal genoeg hersens om te begrijpen dat er bepaalde producten zijn waar we gewoon met onze tengels vanaf moeten blijven. Dus we moeten dat voor onszelf even identificeren van wat is nou die onzin waar ik me schuldig aan maak, waarvan ik donders goed weet dat ik het niet zou moeten doen. Nou, breng dat voor jezelf in kaart en gooi dat eruit. En dan jezelf behandelen als een verslaafde. Ja. Ik zeg nee tegen M&M's. Dat betekent dus vanaf dit moment, daar moet je over elk product even nadenken, maar vanaf dit moment gaat er geen M&M erin, nooit meer. En dat heb ik aan mensen gevraagd om dat voor zichzelf te bekijken. En dat zou ik leuk vinden als alle deelnemers nog een lijstje insturen. Ja, hoe voor mij was goeie. Dat? Ja, Felix gaf dat ook al aan. Hè? Dat, na een week was hij onderweg en dat hij eigenlijk niet meer dacht aan eten. Ja. Dan ben je eigenlijk al het belangrijkste van het verslavingsaspect te boven. En dat gaat zo snel. Dat gaat heel snel. En daarom is het misschien ook wel zo dat de wetenschap nog steeds dat die verslaving aan eten niet erkent. Nou, ik denk het wel degelijk, maar dat betekent dus ook dat je er heel makkelijk vanaf bent. En dat is wel heel fijn. Dus dat is 1, geen zelf toegevoegd zout meer en geen zelf toegevoegde suiker meer. 2 was die flauwe verleidingen, identificeer je en sodemieten ze uit de tuin. Nooit meer naar omkijken, soms lastig,
proberen. Een ander ding was geen aardappelen meer en ook geen producten meer die gerelateerd zijn aan aardappel. Zoals... die schrok natuurlijk gelijk, ja, ja. Want die is dol op aardappels. Maar alles wat met aardappel te maken heeft, donderen we gewoon rigoureus uit ons dieet en we komen er nooit meer aan. En dat is een probleem, omdat de meeste mensen dan ineens een groot gat zien vallen op hun bord. Ja. Want die zijn dat gewoon zo gewend om... Dat, ja, dat zag je bij Davina, hè? Dat zag er een beetje treurig uit. Ja, het ziet er triest uit. Ja. Ik ga dat oplossen voor iedereen, want we gaan zorgen dat eten er weer heerlijk uitziet en dat we er ook weer trek in hebben. Maar je hebt altijd het gevoel van, ik moet dat lege gat van die aardappels moet ik opvullen. Nou, wat doen mensen onmiddellijk? Die pakken de rijst erbij of die zoeken iets anders. Die gaan quinoa maken om toch maar daarnaast te kunnen leggen. Gooi die aardappel eruit, hoe je hem ook eet, en zet er niets voor in de plaats. Dat heb ik dus de vorige keer mensen gevraagd en volgens mij zijn ze er allemaal een eind mee. Dan de volgende vraag was, dat ontbijt te verzamelen. Ja. Nou, ik heb het idee dat iedereen daar goed mee bezig is. Wat ik weinig heb gezien is het gedroogde fruit, wat je heel makkelijk bijvoorbeeld bij de Lidl kan kopen. Ja, gedroogde kersen heb ik gezien, gedroogde mango, gedroogd... Ja, ik zou zelf beginnen met de dadels, de vijgen, de abrikozen en de pruimen. Die zijn het makkelijkste te verzamelen. Ik vind dadels en vijgen eigenlijk helemaal niet zo lekker. Ik heb liever gedroogde mango of kersen. Ja, maar gooi die... dadel of die abrikoos door je of wat je dan wat het ook is, is wel pruim. Ja, er is je doet het door die notenmix heen en ach, je hebt er niet eens. Jij bent weer niet zo weg van gedroogde banaan of wel? Nee, ik zou de banaan liever eten zoals die is. Hij wordt heel zoet, die banaan. Dat is punt 1. En hij heeft gek genoeg in zijn gedroogde vorm iets dat ons toch wel aan een snack toe denken. En het blijft een beetje dat gevoel houden van ik loop elke dag door die keuken, pakken we even een handje van die gedroogde banaan en dat is lekker. En dat is een van de redenen dat ik zeg, doe die banaan gewoon als fruit eten zoals die is. Neem hem lekker mee naar het werk. Eet hem om 11 uur 's morgens, losse banaan. Als hij nog niet bruin is. Doe hem niet, dat is banaan soms moeilijk goed houden. Moet je een beetje opletten. Ja. Maar ik zou die banaan niet door het ontbijt doen gedroogd. Okay. Ik zou het houden bij die abrikozen, vijgen, dadels en pruimen. Dan hebben we nog de krenten als je ze kan vinden, soms moeilijk. Rozijnen hebben we natuurlijk, we hebben de cranberries. Enfin, dus ik ga het allemaal laten zien in een videootje binnenkort. Maar iedereen zou cranberries beginnen. Zijn moeilijk aan te komen als ze niet gezoet zijn. Je moet gewoon even die verpakking lezen en zien hoe dat behandeld is. Want ze krijgen soms een sirooppad. Dat moet je even opletten. Dat staat op de verpakking. Dat moet erop staan, voorlopig nog, hoeveel suiker erin zit. En als dat heel hoog wordt, dan moet je zeggen van daar stop ik mee. Maar niet vergeten dat iedere vorm van fruit in zijn gedroogde vorm, daar zit veel suiker in. Zoet. Daar zouden mensen mee aan de slag gaan. Dan zouden ze ook nog een sportschool zoeken. Yeah. Daar heb ik nog niemand over gehoord. Maar ze krijgen allemaal een mailtje binnenkort. En dan wil ik even weten hoe dat staat. Nog niet naar de sportschool gaan, maar zoeken. En ze zouden aan de slag gaan met een paar oefeningen die ik gegeven heb. Dus ik heb die elastieken meegegeven en daar zijn ze nu als het goed is mee aan de slag. En die versterken een beetje de spieren, schouders die zorgen heupen, dat die schouders op elkaar blijven zitten of op de goede plek blijven zitten en de heupen. En van daaruit gaan we straks bouwen. Het is wel heel belangrijk dat mensen dat dus blijven doen. Ja, ook als je niet kandidaat bent en gewoon denkt van ik doe mee, ik heb het boek gelezen, ik ga mee eten en bewegen. Gewoon echt, doe het elke dag 10 minuutjes, 15 minuutjes. En dan ook minder, dat is voldoende. Ja, wat ga ik toevoegen nu voor de mensen thuis die meedoen en voor de kandidaten? Ja. We gaan een halve liter water drinken na het opstaan. Oh. Dus, en dan niet na een uur of na een half uur of ook niet een kopje water. Nee, we gaan zoeken naar een fles van glas of van roestvrij staal. Ja. Dat is belangrijk, want hoe minder we uit plastic drinken, hoe beter dat is. Okay. Moeten we ook niet een te groot drama van maken, maar ik vind gewoon waar je kan vermijden om dingen in plastic te bewaren. Om überhaupt plastic te gebruiken, moet ik het gewoon proberen. Gelijk goede gewoontes aanleren. Ja, dus een roestvrij stalen fles of een glazen fles waar een halve liter water in kan. Staat naast bed, drink je s'nachts af en toe van als je dorst zou hebben. Neem een slok en wat er over is, drink je op zodra je wakker wordt. Niet een uur later, niet een half uur later, niet als je in de keuken bent. Nee, wakker wordt, die wekker gaat, fles pakken. Leeg drinken, klaar. Okay. Ik doe daar ook nu aan mee, want ik ben niet zo'n drinker. Maar ik moet zeggen, ik doe dat dus nu ook mee met de kandidaten een week. En ik heb nog wel een plastic fles spa. Maar het bevalt wel. Door de nacht heen. Ja. Af en toe een slokje, ik heb nogal last van droge mond. Ja. En dan af en toe een slokje, gewoon een fles weer terug en verder slapen. Nou, ik hoor het vaak dat mensen een droge mond hebben s'nachts. En dan zeg je, waarom zet je dan niet een fles water naast je bed? Oh ja, dat is een goed idee. Ja. Dat had ik 20 jaar eerder kunnen verzinnen. Maar ik raad af sowieso om door het leven te gaan met een flesje water in de hand. En dan voortdurend slokjes te nemen. Dat heeft bepaalde nadelige effecten. Effecten moeten we helemaal niet op ingaan. Nou, dat mag je nog wel een keer uitleggen. Dat is wel leuk. Ik heb geprobeerd om in het boek al die details even terzijde te schuiven. Want dan moet je zo'n boek schrijven. En daar had ik geen zin in. Dus maar die had je al geschreven. Ja, ik heb daarna het ook behoorlijk moeten verkorten. En, maar drink die halve liter water bij het wakker worden. Overschrijd
per drinkbeurt, laat ik het zo noemen, die halve liter water niet. Dat is niet nodig. Okay. En drink door de dag als je dorst hebt. En dorst is een heel simpel gegeven van het lichaam. Het lichaam zegt, ik heb water nodig. Mm-hmm. Drink dan ook water en niet een slokje uit een plastic flesje. Ook niet bij het sporten, een donnetje meenemen. Dat is allemaal niet nodig. Drink als je dorst hebt, maar drink die halve liter water bij het wakker worden. Okay. En als je dan dorst hebt, drink dan niet een liter water, maar neem gewoon een paar stevige slokken. En neem ook niet zo'n sipje. Gewoon dorst, drinken. En 's morgens die halve liter water. Dat is een opdracht die erbij komt voor de mensen. Ja. Al het voorgaande blijft natuurlijk staan. Die aardappel komt niet ineens stiekem weer terug. Dus blijft allemaal staan. Nee, het wordt geen feest. We gaan natuurlijk aan die aardappel nu toevoegen ook rijst. Die gaat verdwijnen uit het diner. Ja. Dat is ik vond dat ik daar meer mee bereikte dan de aardappel. Ja, die geen rijst eten. Rijst heeft ook een hogere calorische waarde dan aardappel dat heeft. Ja. Je hebt er niks aan. Geen rijst. Nu is het ook wel, weet je, de aardappel en rijst en tarwe natuurlijk, die had je al. Nee, dat komt zo meteen. Maar dan heb je eigenlijk gelijk de hele Chinese keuken. Dan kun je gewoon nooit meer naar de Chinees. Voor een glas wijn kun je er nog heen. Ja, maar ik zou die Chinees natuurlijk ook afraden. Want waarom vinden wij... Kijk, er is natuurlijk Chinees en Chinees. En wat je in een Chinees restaurant eet, dat is geen Chinees. En hoe weet je dat? Ga in een Belgisch Chinees restaurant dat eten. Is dan heel is het anders lekker. Dan in de Nederlandse Chinees. Dat is dus veel beter. De Chinees wordt gemaakt naar onze smaken. En de Nederlandse Chinees is voornamelijk heel erg zout. En zoet. Ja, ik vind dat we daar, zout en zoet. Ik vind dat we daar niks te zoeken hebben. Hoewel, je, als je heel voorzichtig bent, zou je wel iets kunnen bestellen wat kan. Maar probeer een Chinese kok ervan te overtuigen dat je geen rijst bij je eten wil. En je hebt een aardige uitdaging, want dat gaat er niet in bij de man of vrouw. Dat lukt niet. Dan ga ik het nog gekker maken, want wat ook aan de kant gaat zijn de granen. We gaan gewoon stoppen, rigoureus, met het eten van granen. In het boek bouw ik het iets zorgvuldiger en rustiger op. Wat is het verschil tussen graan en zaad? Want een tarwekorrel is ook een zaad. Ja, het verschil schuilt hem er eigenlijk in. Ik wil niet ingaan op het biologische verschil van de twee, maar het is een zaad, helemaal correct. Waar het eigenlijk om gaat, de selectie die je maakt, is wat kan je rauw eten zonder er ziek van te worden en wat kan je niet rauw eten zonder er ziek van te worden. Ja, graan kun je niet rauw eten zonder de granen die wij kennen, waar we brood van maken, waar we koek van maken, waar we weet ik veel wat van maken, die kunnen we niet onbereid opeten. Die moeten we bereiden, daar moeten we dus eigenlijk... Die moeten we ontgiften, willen we hem kunnen eten. Maar dat geldt ook voor quinoa. Quinoa kun je feitelijk rauw eten en word je niet per se ziek van. Okay. En dat graan word je uiteindelijk wel ziek van. En wij hebben heel vroeg in onze evolutie geleerd wat we dus wel kunnen eten. En de meeste zaden en pitten kunnen wij zonder risico's eten. Ook in grote hoeveelheden worden we daar niet ziek van. Ja. Eet een rauwe aardappel. De pit van een abrikoos kun je ook niet eten. Nee. Dat is knetter. Ja, hij komt er vanzelf weer uit. Kersenpitten. Je wordt er ook niet ziek van. Maar daar doen onze darmen dus helemaal niks mee. Maar er zijn dus ook tarwe, daar doen onze darmen wel wat mee en het is niet goed voor ze. Nee, er zit een die is giftig voor ons. Die moeten we dus eigenlijk bereiden om hem fatsoenlijk te kunnen eten. Ja. En het vervelende is dat ding bordenvol met energie zit, die natuurlijk hartstikke fijn is. Ik geef daar maar een grapje over in het boek. Van, dat was natuurlijk leuk voor Napoleon en Caesar, die hun legers door Europa lieten marcheren. Ja, die kwamen wel door de bocht met die energie. Maar wij hebben dat gewoon helemaal niet meer nodig, die hoeveelheden energie. Want we doen nauwelijks nog iets. Wij moeten zorgen dat we gezonde voedingswaren tot ons nemen die we feitelijk onbewerkt zouden kunnen eten. We bewerken het wel, maar het is om het lekkerder te maken. En dat is ook helemaal niet erg. Ja. En dus wat we bewerken om smakelijker te maken, kunnen we rustig eten. Maar wat we moeten bewerken om het te kunnen eten, daar moeten we vanaf blijven. Nou, een van die dingen, dat zijn granen, de bekende granen die we kennen. Mm-hmm. Dat is nogal een drama, want daar gaat dan de bruine boterham, daar gaat de krentenbol, daar gaat de croissant, daar gaat de pasta. Ja. Pas op, want dat is natuurlijk een probleem voor veel mensen. Dus alle vormen van pasta eten we niet meer. En op het moment dat we die stap maken, raken we een paar weken in totale paniek. Want er is toch wel heel veel waar graan in zitten. En echt, mensen raken ook echt in paniek. En bellen me, als ik één op één met ze werk, bellen me ook echt in paniek op. Van wat moet ik nu eten? Er is niks meer te eten. Onzin, er is zo ontzettend veel om te eten. Maar die 3 weken ontwenning, en dat is niet een fysieke ontwenning. Dat is puur de ontwenning in de zin van, wat moet ik nou op dat bord leggen? Want ik heb niks meer te eten. Ja. Onzin, er is heel veel te eten. Nou, dat kost een stuk creativiteit. We zullen die lunch beter voor moeten rijden. Het ontbijt hebben we al getackled natuurlijk. Waar komen dan vaak granen om de hoek kijken? Dat is bij de lunch. Eten we een boterhammetje. Ja. Maar die salades hebben we gezien. Dat zijn eigenlijk al lunches. Salades, eiergerechten. Ja. We kunnen zoveel dingen maken. Ja, dus Tamara en Felix hebben eigenlijk de lunch al voor de kijkers in elkaar gezet. Wat ik zelf een heel goed idee vind om
Ik heb ze zelf van Stanley, dat merk. Dat is een goed merk, die warmhoutcontainertjes. Daar stop je quinoa-pannenkoeken in, daar stop je omelets in, daar stop je uitsmijters in. Je kan 1001 dingen maken. Stop je in die omelet of in die warmhoutcontainer, komt er nog steeds warm uit. Dus dat is prettig eten. Okay. Je stopt hem overal weg, ding kan niet kapot, onverwoestbaar. Ik vind dat heerlijk. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld dat ontbijt, daarvan zeg ik altijd, dat is logistiek heel erg lastig, maar organisatorisch niet. Bij de lunch is het omgekeerd. Dat is logistiek eigenlijk heel makkelijk, want een paar eieren kan je zo kopen. Maar organisatorisch is het lastiger, want je moet 's morgens al nadenken van waar ben ik vanmiddag? Ben ik thuis? Dan is er geen probleem. Ben ik niet thuis? Dan moet ik iets meenemen. Ja. Doe je dat niet, dan val je terug op die boterhammetjes die je makkelijk mee kan nemen. Of je valt terug op een bezoek aan een snackbar of aan een restaurant of waar je naartoe gaat. En ja, daarmee naai je jezelf eigenlijk een oor aan, want dan val je weer terug. Hoe moeilijk het ook lijkt, punt 1 is het een lachertje. En punt 2 is het gewoon een kwestie van even wennen. Maar er komt nu een fase met dat stoppen met granen, dat mensen een beetje in paniek raken. Ja, wat nu? Als ik geen pasta meer kan eten, wat dan? Als ik geen pizza meer kan eten, wat dan? Want pizza is natuurlijk de bodem, is graan. Ja, ja. Dat valt allemaal weg. En dat creëert wel degelijk even een holte. Die je moet gaan opvullen. Nee, ik weet zeker dat Tamara en Felix daar geen probleem mee gaan hebben. Die hebben het eigenlijk al opgevangen. Ja, maar niemand heeft er een probleem mee. Het is alleen een feit dat hoe ouder we zijn, hoe langer we in dat systeem hebben geleefd van de schijf van 5 en van onze boterhammetjes en van onze pasta en van onze rijst bij het eten. En dat is gewoon even lastig afscheid nemen. Dat is een typisch moment dat je even streng moet zijn voor jezelf. Die strengheid gaat automatisch over in discipline. En uiteindelijk gaat die discipline over in gewoonte. En is het eenmaal gewoonte, dan denk je helemaal niet meer na over pasta. En begrijp je niet dat je het ooit gegeten hebt. Ik denk dat we weer van Felix een heel leuk afscheidsfilmpje gaan krijgen. Denk je niet? Ik denk het zeker. Die gaat weer letters brouwen. Ja. En kijken of ik alles gehad heb. Ja. We hebben gezegd dat we een 0,5 liter water gaan drinken. Ja. Alle voorgaande zaken blijven staan die al eruit hebben gegooid. Dan de rijst eruit. Rijst. Granen eruit. Dat vereist dan een stukje creativiteit om aan voedsel te komen. Ja. En waar we naar gaan streven is 3 maal daags te eten. Dus een ontbijt, een lunch nieuws. En een avondmaaltijd. Ja. En want? Heel veel mensen die zijn gerold in een leven waarbij we gewoon maar pakken wat we pakken kunnen. En zolang we maar een voldaan gevoel hebben is het goed. Dat is levensgevaarlijk, want het eten wat we nu eten zorgt ervoor dat we eigenlijk nooit een voldaan gevoel hebben. Het is een beetje, ik noem het in het boek de holbewoner paradox. Want het is natuurlijk logisch dat een holbewoner vroeger niet op 2 uur 's middags aanschoof bij de lunch. En om 8 uur 's avonds of 6 uur 's avonds bij het avondeten. Dat lag er maar helemaal aan wat hij had kunnen jagen en verzamelen. En regelmatig stopte hij gelijk iets in zijn mondje. En regelmatig at hij een tijdje niet. Ja, en hebben is hebben. Ja. Leven we in de derde millennial, dan hebben we geen andere keus dan regelmatig te eten. Doen we dat niet, vervallen we heel snel weer in een systeem van snaaien, of hoe je het noemen wil, bij het tankstation, waar dan ook, even iets mee pakken, eventjes een broodje dit, eventjes een kebab of weet ik veel wat je. Die 3 maaltijden per dag op ongeveer gezette tijden zijn belangrijk. Zijn mensen gewend om geen ontbijt te nemen? Dat hoor je vaak. Wat zeg jij dan? Nou, ik hoor het heel veel. Er is natuurlijk vrij veel onderzoek dat ook uitwijst dat het helemaal niet erg is om je ontbijt over te slaan. Is ook helemaal niet erg voor een mens. Maar vandaag de dag, het overslaan van het ontbijt leidt tot een gevulde koek om 11 uur bij de koffie. Kijk. En dat is onherroepelijk waar. Ja. Op het moment dat we niet ontbijten en de collega komt langs die ene keer omdat hij toevallig jarig is met moorkoppen, dan zeggen we ja tegen die moorkop. En dat is precies wat ik probeer te vermijden. En daarom kom ik op die holbewonerparadox en zeg ik, luister, ontbijt. Hoe goed het ook zou kunnen zijn om dat ontbijt af en toe over te slaan. We hebben het over vaste, hartstikke goed voor mensen. Het probleem is dat het niet vol te houden is. Zorg dat je elke dag goed ontbijt, niet snaaien, door naar de lunch. Tussendoor is het niet erg om een stukje fruit te eten. Misschien wel 2 stukjes fruit, helemaal niet erg. Het punt is namelijk dat als je bijvoorbeeld in een routine zit van een ontbijt en daarna 2 stuks fruit ergens om 11 uur en daarna de lunch. Stel dat je supergezond eet, zoals ik suggereer dat we dat gaan doen, en je valt nog niet af. Stel dat dat zo is. Onwaarschijnlijk, maar stel dat het zo is. Dan is het van een gezond dieet heel makkelijk om te zeggen, weet je wat, ik eet een stukje fruit minder. Ik at er 2 om 11 uur. Nee, weet je wat ik doe? Ik neem nog maar 1 stuk fruit. Dat lukt je niet met hamburgers van McDonald's. Ja. Om te zeggen, nou weet je wat, ik eet maar een halve. Dat lukt niet. Of ik eet de patatjes niet. Er is geen mens die dat lukt. Dus waar gaan we naartoe? Proberen te streven naar 3 maaltijden per dag. Ik zeg niet dat iedereen om 6 uur moet ontbijten of om 2 uur moet lunchen. Zorg ervoor dat je 3 keer eet per dag. Tussen die maaltijden een stukje fruit, geen enkel probleem. Ga niet de nootjes als snack gebruiken, waar mensen toe geneigd zijn. Ik heb heel veel noten in huis, weet je wat. Ik neem een zakje mee en dan af en toe een paar nootjes. Dat is
ook er langzaam ingeslepen in deze tijd. Dat we natuurlijk geleerd hebben, we eten op een bepaalde manier, wat het ook is. Maar om gezond te zijn, hebben we ook gezonde dingen nodig. En je ziet dus nu dat heel veel mensen, die eten dubbelop. Die eten dus wat ze ook eten, waar het ook vandaan komt. McDonald's of de Wendy's, of dat boeit me niet. Oh ja, en ik moet ook nog een sinaasappel eten. En ik moet ook nog nootjes eten, want ik moet gezond zijn. Nee, wij draaien het om. We gooien alle rotzooi eruit. En we eten alleen nog maar wat voor ons gezond is. En waar onze spijsvertering voor is gecodeerd. Waar we mee om kunnen gaan. Ga eten als een holbewoner. En na 3 weken verdwijnt dat eten naar het derde plan. En ben je weer bezig met de dingen die leuk zijn in het leven. Ben je avontuur aan het beleven. En ben je allerlei dingen aan het doen. En oh ja, ik moet natuurlijk ook eten. En dat is een heel ander verhaal. Ja. Nee, het wordt echt anders. Dat klopt. Ik ben benieuwd hoe de kandidaten het gaan oppikken. Ik kijk vooral uit naar jouw kookfilms in de grot. Ik ook. Ik heb er heel veel zin in. Ja. We hebben nog een paar kleine voorbereidingen te treffen. En dan gaan we aan de slag. Dan komt een reeks. Beste mensen. Dit is de Holbewoner reality serie. Ik hoop dat u genoten heeft van Felix, Tamara en Davina. En ik hoop ook dat ze de vaart erin blijven houden. Dus voor de een lastiger dan voor de ander. Als u zelf meedoet, dan weet u dat misschien ook. Voor mij was het echt heel makkelijk om te doen. Het was echt wel met 2 dagen was ik maximaal wel door die eerste honger heen. En daarna was het alleen maar crescendo. Het was ontzettend leuk om te leren hoe makkelijk het is om jezelf te disciplineren. In ieder geval, dat was hem. Heeft u hem nog niet? Koop hem vooral, want u moet hem lezen. Daar staat echt alles in. Dan kunt u veel makkelijker meedoen dan alleen maar filmpjes kijken. Wij zien u heel graag volgende keer terug bij de reality-serie De Holbewonercode.